Hallo? Ja? Ja, ik ben op de Apollolaan. Oké. Zal ik doen. Wat is het? We moeten Mission Apollo doen. Ik sta hier met mijn cameravrouw Anna. Hallo. En ik, Sophia, op de Apollolaan. En wij gaan kijken wat mensen van deze straat vinden. Kijk uit voor de hondendrollen. Wat vindt u van de Apollolaan? Er zit weer één grote puinhoop. Omdat het Amsterdamse Museum weer open is. En die jongens maken er zo, en die meiden ook, maken er zo een verschrikkelijke troep van. Dat ik me afvraag waarom de directeur van die school niet als straf geeft dat ze op moeten ruimen. Ja, het verkeer dat hier te hard rijdt. Ik ben een paar keer bijna aangereden hier. Op de fiets, maar ook gewoon als voetganger. En wat vindt u van de hondenpoep? De hondenpoep, ja, altijd vervelend. Ik stap er net ook bijna in. Ja, we moeten gewoon de eigenaar wat tegen doen. Heel erg bedankt voor het interview. De tentoonstelling. En wat vindt u het lelijkste beeld? Wat daar. Verkeer, heel veel verkeer. Dat het vooral voor kinderen 's ochtends zie ik, dan zie je die oversteken en zo met hun papa's en mama's. Is er ook een beeld dat u lelijk vindt? Ja. Dat staat er helemaal achter. Dat is een soort ei met groenrol erin. Dat vind ik niet zo mooi. Ja, niet echt zo'n goede straat. Het verkeer is heel druk en ja, er zijn veel bladeren en er is veel vuilnis. En nee, ik vind het geen goede straat. En wat vindt u dan het ergst? Het verkeer. En de beelden tentoonstelling? Vind ik vreselijk. Het is geen kunst. Nou, heel erg bedankt voor het interview. Samengevat. En iedereen vindt de beelden ontzettend lelijk. En ze vinden de Apollolaan niet de leuke straat.